werken met een sporensensor. Een sporensensor bestaat uit twee ingangen. De ingangen kunnen zijn I1 en I2 en geven een digitaal signaal binnen. Er wordt een infraroodstraal, laser, uitgestuurd en die wordt gereflecteerd. Wordt dit gereflecteerd, kan dit signaal 1 of 0 zijn. De sensor hangt onderaan de robot om de lijn te kunnen volgen. We hebben twee opties. Vier opties dat onze robot kunnen doen. De robot kan vooruit, links, rechts of stoppen in dit geval, kunnen hem ook achteruit laten rijden. We hebben momenteel de snelheid ingesteld op 8, zodanig dat dit op het snelste werkt. Dit kan ook trager zijn, kan soms een voordeel zijn om een beetje trager te werken, bijvoorbeeld om de snelheid op 6 te zetten, om nauwkeuriger te kunnen werken. De twee sensoren staan naast elkaar. Zoals je hier kunt zien, zie je twee oogjes. Komt oogje 1 naast de sensor, naast de lijn, zal dit 0 worden. Moeten we gaan kijken naar I2. Heeft I2 en I1 alle twee het contact met de lijn verloren, moet onze robot stoppen. Voor rechtdoor te rijden moet I1 en I2 ons signaal alle twee op de lijn zitten, dus dat is waar, moet de robot gewoon vooruit rijden. Zit er één van de sensoren naast, dus in dit geval I1 zit er op de lijn, I2 zit naast de lijn, moet bijvoorbeeld de robot links rijden. Zit I1 naast de lijn, maar I2 op de lijn, moet de robot zich corrigeren naar rechts. Opgepast, dit is een voorbeeld. Bij de rijdende robots kan het zijn dat de 1 en de 0 signalen of links en rechts omgedraaid is.